Nou, wat u hier ziet staan is een jack-up schip. En dat zijn wij klaar aan het maken voor haar klus om windmolens te plaatsen. Een jack-up schip, dat is eigenlijk precies wat u ziet. Het schip dat kan zich eigenlijk opjacken op een bepaalde hoogte, zodat hij boven de waterlijn komt te staan. Wij zijn op het dek zijn we nu bezig en dan zijn we constructies aan het plaatsen. Eigenlijk de fundaties van de windmolenonderdelen. Het water wat je nu ziet naar beneden komen, dat is het koelwater van de generatoren die staan te draaien. Omdat de kraan draait, heeft hij vermogen nodig en dat wordt geproduceerd door generatoren. Deze ballonnen, daar komt water in. En per ballon, waarvan hij er 3 in de haak heeft nu, is het 100 ton. Dus totaal testen we nu de kraan met 300 ton. En eigenlijk is de test nu gedaan, het water loopt eruit.